Ja, staat, ja, hij staat aan. Oké. Ja, ik werk dus voor het netwerk Digitaal Erfgoed. En ik ga wat vertellen over een project, een pilotproject dat we doen om een deel van de thesaurus van beeld en geluid, de GTAA, in te zetten binnen een andere omgeving, namelijk het collectiesysteem van Groninger Archieven. Een spannend onderwerp. Dat valt in het hokje 2 van Netwerk Digitaal Erfgoed, het werkpakket bruikbaar. Dus het gaat echt het leggen ook om verbindingen tussen collecties, onder meer door gemeenschappelijk gebruik van terminologiebronnen zoals de GTAA. Maar dat kunnen ook andere bronnen zijn, maar in dit geval is het de GTAA. Zoals ik al zei, het Groninger Archieven die kwam met het idee om dit te doen. Ik zal zo uitleggen waarom. En het is dus een samenwerking met beeld en geluid. En we hebben binnen het project te maken met drie leveranciers. Het belangrijkste is hier de REE. Dat is de maker van het archiefsysteem van Groninger Archieven. GW Crossmedia, die archiveert websites voor Groninger Archieven. Dat is de use case hier. En Picturai, die ook heel veel kennis heeft over OpenSCOS. Het formaat waarin de GTA beschikbaar is. Klinkt allemaal heel technisch, maar komt zo allemaal goed. En heel belangrijk, zoals binnen alle projecten van NDE, is dat er een klankbordgroep is, waarvan hier ook een paar mensen zijn. Dat vind ik heel gezellig, want die had ik nog nooit live ontmoet. Het Utrechtse Archief, de KB, het NIOT, het Stadsarchief Rotterdam en het Nationaal Archief. En we houden ook nog veel meer contacten, maar ja, je kunt niet eindeloos logo's blijven neerzetten op een slide. De aanleiding van het project is dat Groninger Archieven nog niet zo heel erg lang is begonnen met het archiveren van websites. En dat is breed, dus een website met zijn ook blogs, social media uitingen die een beeld geven van het dagelijks leven van Groningers. Dus het is veelal niet de traditionele archiefvormers die, waar zij meestal mee te maken hebben, zoals lokale overheden of gemeentes. Het is nu nog een relatief klein archief, webarchief dus, van ongeveer 100 URL's, maar het groeit gewoon door. En ze hebben ook echt wel ambities om dat flink op te gaan schalen. Want nou ja, webarchivering is ook een belangrijk onderwerp. Een van mijn lievelingsonderwerpen, maar goed. De soort websites die zij archiveren zijn heel erg breed. Dat kan zijn, het werkt niet deze slide op deze manier zoals ik het wilde, maar goed. Van lokale biljartverenigingen, hardloopverenigingen, tot de tentoonstelling van David Bowie, die pas bij het Groninger Museum was. Dus ze proberen echt een breed scala te archiveren. Om dit te doen moeten we heel veel verschillende dingen doen in dit project die ik niet allemaal ga bespreken, want ik heb te weinig tijd. Maar wel interessant als je daar nog vragen over hebt om mij over al deze onderwerpen te benaderen. Een metadatamodel voor het webarchief. Het webarchief staat nu bij GW Crossmedia, bij hun gehost, daar staat wat metadata. Maar het stond nog helemaal niet, yes, mijlpaal nummer 1, in het archiefsysteem van Groninger Archieven. Dus hoe maak je zo'n metadatamodel voor webarchieven? Daar zijn al heel veel instellingen mee bezig, maar dat moesten we toch hiervoor weer opnieuw gaan bekijken en ook afstemmen met de klankbordgroep. Daarbij wordt er gekeken van hoe kun je persistent identifiers inzetten voor het webarchief. Dat was echt een hele brede vraag in het begin. Nu weten we inmiddels wat we daarmee willen, maar het gaat erom van hoe kun je nu een soort van permanente verwijzingen maken naar de records over deze webarchieven. Dat ligt bij werkpakket 1 houdbaar, bij Gijsbert Kruithof. Maar ik verwijs mensen graag door als ze daar meer over willen weten. Maar er is inmiddels nu een keuze gemaakt hoe we dat gaan oplossen in het archiefsysteem ook. Nou, gaat allemaal heel goed. Dan de onderwerpsontsluiting, want wat was het probleem? Groningen heeft natuurlijk lijsten om hun archieven te beschrijven. Maar dit is echt best wel een nieuw archief voor hun. Het gaat over het dagelijks leven van Groningers. En ze willen daar graag onderwerpen aan toekennen, maar ze hadden eigenlijk niks in huis wat de lading dekte. Nou, toen zijn ze gaan kijken wat zou er nou zijn in Nederland, wat wij kunnen gebruiken, wat past bij ons archief. En toen kwamen ze bij de thesaurus van beeld en geluid, dat die gewoon open beschikbaar is en hergebruikt kan worden. En waar onderwerpen in zitten. Nou, hebben we gekeken, een sample, samen met Alma, onder andere, dankjewel Alma, van beeld en geluid. Van, is dit een goede match? Nou, dat bleek helemaal goed te zijn, dus we dachten, oké, dit is hem. Hier gaan we voor, hier gaan we mee door. En al deze drie dingen, dat is natuurlijk, moet samengevat worden in een projectresultaat, maar dat gaat nog volgen, want vandaag gaan we het in ieder geval hebben over hoe ga je nu aan de slag met zo'n thesaurus. Ik ga deze trouwens online zetten, deze slides, en dan kun je alle projectplanlinks en alle andere links gewoon rustig bekijken als je dat wil. Maar je kunt mij ook gewoon mailen of benaderen.
En dit is natuurlijk geen revolutionair idee in de zin dat het nieuw is. Sterker nog, beeldgeluid heeft hier al flinke stappen in gemaakt samen met de publieke omroepen. Door de persoonsnamen As van de GTA, want die is er ook nog. Je hebt verschillende kokers eigenlijk in die thesaurus. In te zetten bij de publieke omroepen zelf. Die voeren metadata in aan uitzendingen en die stroomt die metadata en die uitzendingen die stromen dan weer in bij beeld en geluid. Nou, wat is er nou idealer dan dat zij alvast dezelfde namenlijst gebruiken als beeld en geluid? Dat scheelt hier weer een hoop werk en bovendien weten zij beter aan de bron wat er precies aan toegevoegd moet worden. Dus dat project is ook al geïmplementeerd en we hebben ook van die lessen geleerd van waar je tegenaan loopt als je zo'n bron gaat hergebruiken. Daarbij zijn er nog samenwerkingen geweest, bijvoorbeeld tussen VIA, die ook vanmiddag gaan spreken, en Beeld en Geluid, in samenwerking met de Taalunie in Vlaanderen, om te kijken hoe kunnen we nu links leggen tussen de thesaurus van VIA en de thesaurus van Beeld en Geluid, dus de GTA-A. Zodat je weet, term X is hetzelfde als term Y in allebei die bronnen. En dan kun je dus op die manier gezamenlijk collecties ontsluiten en gezamenlijk doorzoeken, zodat je weet, uitzendingen horen bijvoorbeeld bij elkaar, want die hebben dezelfde term. En we weten, door die links te leggen, dat die bij elkaar horen en dus dezelfde term betreffen. Nog een hele toffe ontwikkeling is dat Wikidata echt een vlucht heeft genomen de laatste jaren. Eigenlijk heel, heel snel populair is geworden. Het is eigenlijk een project van Wikipedia die de basis legt voor die infoboxes die je wel eens ziet op de websites. Gewoon de lemma's van Wikipedia. En dan zie je de geboortedatum, sterfdatum van iemand, waar die is geboren enzovoort. En eerst werd dat allemaal per taalversie gedaan. Heel ingewikkeld, heel veel werk. Nu ligt daar aan de bron Wikidata. Je hebt hier een artikel over André Hazes. Vond ik gewoon leuk. André Hazes is een held. Dan zie je dat je dus allemaal informatie over André kunt toevoegen. Kun jij ook doen. Voel je vooral groepen. Maar wat ook heel tof is, is dat er allemaal andere thesauri, terminologiebronnen, hoe je het ook maar wil noemen, zich ook linken met Wikidata. Dus Wikidata weet, oh, in VIAF, misschien bekend voor iemand, bekende thesaurus, is André Hazes nummertje zoveel. En dat is dus dezelfde André Hazes als een Wikidata. En de GTA-A, persoonsnamen, als is hier dus ook aan gekoppeld. Dus zo worden er allemaal links gelegd tussen die verschillende bronnen. Zijn nog veel meer activiteit op dit gebied, ga ik niet allemaal behandelen, heb ik geen tijd voor, maar kortom, idee is samenwerken aan ontsluiting, links leggen tussen thesauri om je collecties aan elkaar te verbinden en meer betekenis te geven. Nou, waar loop je dan zo tegenaan? Want het is leuk, oké, de GTA onderwerpsas is beschikbaar in een open formaat, heeft een API, dus een interface waar je tegenaan kunt praten en waar je informatie uit kunt halen. Maar je kunt hem ook downloaden. Nou, dat zijn al keuzes die je moet maken. En wat haal je dan binnen? Want bijvoorbeeld het onderwerp aardbevingen, redelijk belangrijk in Groningen helaas, en seismologie en dat soort dingen. Daar weet je dan, wat is het preflabel? Dus hoe heet die, wat is de voorkeursterm? Nou, dat is dan misschien aardbevingen. Maar je hebt ook alt-labels en hidden-labels. Dus misschien heeft het ook nog andere termen. Maar wil je die dan ook binnenhalen of niet? En wil je die logica van hoe al die termen met elkaar via bredere termen en meer specifieke termen met elkaar verbonden zijn, ook binnenhalen of niet. Dat zijn allemaal dingen waar je over na moet denken. En of je die data dus binnen wilt halen in je collectiesysteem of gewoon direct als je iets intoetst, dus ik doe aard en dat je dan in de autocomplete aardbevingen ziet en dat je gewoon live die data ophaalt. Kan heel handig zijn, want dan hoef je niks binnen te halen. Maar je kunt ook zeggen, stel dat die toch even down is, die service, dan wil ik misschien toch die informatie binnenhalen, zodat ik daar wat meer controle over heb. Oh, hoi. En ook, wat laat je zien als je termen toevoegt? Dat kan zelfs per as verschillen welke keuzes je daarin maakt. Want als ik aardbevingen bijvoorbeeld wil invoeren, dan stel dat het ook nog gaat om een bank. Ik noem maar wat, als financiële instelling, doe bank. Hoe weet je nou dat het een bank is waarop je kunt zitten, of een financiële instelling? Moet je eigenlijk wat extra informatie laten zien die jou als beschrijver, als documentalist, wat handvatten geeft van, dit is de goede term om toe te voegen. Dus misschien wil je wel de scope note laten zien, dus de beschrijving van zo'n term. Ja, die is er in dit geval, maar niet in alle gevallen. Dus misschien kun je beter de bredere en de nauwere termen laten zien, zodat je ook nog eens denkt, maar die term is misschien eigenlijk veel beter. Dus dat zijn allemaal vragen die je moet beantwoorden. En stel dat je iets wilt toevoegen wat er nog niet in staat.
Hoe ga je daarmee om? Wil je dan een ping doen naar beeld en geluid van, hey, kijk, ik heb een term toegevoegd, die staat er nog niet in en dan moet iemand daar weer mee aan de slag? Of heb je zoiets van, oei, dat is heel veel gedoe en we laten dat maar eventjes zitten. Ik heb nog 1 minuut 40, toch? Ja, oké. Dus het spoor waar we nu op zitten, want het is heel leuk allemaal vragen en denken jullie, wat heb ik hier nou aan? We hebben dus nu een meeting gehad met de RE om dit goed door te spreken en met ook de experts van beeld en geluid erbij van ja, welke keuze kun je nu het beste maken? We gaan eigenlijk dezelfde aanpak doen als beeld en geluid doet voor een deel, want die haalt zelf ook lokaal die data binnen, maar die update gewoon iedere nacht die informatie uit de GTA-A. En we gaan ook niet alles binnenhalen, want dan heb je een enorme bak aan data wat je uiteindelijk wil toevoegen aan een record. Dus ik heb een website over aardbevingen, daar voeg ik gewoon een term toe, aardbevingen, en de URI, dus de unieke identifier op het web van die term. En that's it. Want anders moet je heel veel informatie gaan blijven synken en uiteindelijk gaat het om die beschikbaarstelling. Dus dan kun je prima toe met gewoon die term en die verwijzing op het web. Want daar kun je altijd nog naartoe gaan praten als je aan de voorkant besluit om meer informatie te willen laten zien. Maar in je systeem haal je gewoon de basale informatie binnen. Wat nog wel een impact heeft, is dat je als leverancier, dus de RE wordt ineens afhankelijk van beeld en geluid. Dat is best wel heftig voor hun, daar hebben ze ook over na moeten denken. Maar uiteindelijk zien ze de meerwaarde van dat genetwerkt erfgoed. En we hebben ook best veel vragen neergelegd bij Alma en bij Willem, die nou ja, best wel overvraagd werden voor dit relatief kleine project. Dus dat is die lessons learned die we hebben gezien. Het gaat vooral om die schaalbaarheid. Hoe ga je daarmee om als je gaat opschalen? Je wordt als leverancier afhankelijk vanuit je systeem van een derde. Als knooppunt van een thesaurus word je afhankelijk van derden, want die gaan je heel veel vragen stellen. Nou, daar moet je allemaal mee om leren gaan. En daar laat ik het voor nu even bij, want dat is eigenlijk het belangrijkste deel van het verhaal. Over een paar weken eerst de prototype, dan gaan we evalueren en ik zal erover blijven bloggen op het Den-blog, onder andere. En er zullen vast nog allemaal dingen bij komen die we niet hebben gepland. En hier kun je me bereiken. Ja. Lotte, dankjewel.